Welkom bij deze video, ik ben Raymond en ik ga je uitleggen waarom niet per se meer afvalt wanneer je meer cardio doet. Voordat ik uitleg hoe dit komt, moet ik eerst vertellen wie Mats Rosenkilde is. Mats Rosenkilde was een onderzoeker en Mats Rosenkilde voerde een experiment uit. Hij liet één groep mannen 30 minuten cardio doen, waarbij ze 300 calorieën verbranden. En een andere groep liet hij 1 uur cardio doen, waarbij ze 600 calorieën verbranden. Na 11 weken zou Mats gaan kijken welke groep mannen het meest was afgevallen. Je zou denken dat des te meer calorieën je verbrandt, des te meer je zou afvallen. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. De twee groepen bleken na 11 weken trainen allebei ongeveer 4 kilo te zijn kwijtgeraakt. Hoe kan dit? Om hier meer over te kunnen vertellen, moet ik even kort uitleggen wat NEAT is. NEAT is een afkorting van Non-Exercise Activity Thermogenesis. Dus in normaal Nederlands wil het zeggen dat je energie, dus calorieën, verbrandt wanneer je niet aan het sporten bent. Als ik wat specifieker ben, dan hebben we het over de calorieën die je verbrandt wanneer je loopt, typt, de trap oploopt, oftewel je dagelijkse bezigheden. NEAT moeten we niet vergissen met je basaal metabolisme. Je basaal metabolisme zijn dus het aantal calorieën dat je verbrandt wanneer je wakker zou worden, plat op de grond zou liggen en de hele dag helemaal niets zou doen. Stel, je bent mij. Mijn basaal metabolisme zal plusminus 2000 calorieën per dag zijn. Zoveel calorieën verbrand ik dus wanneer ik wakker word en helemaal niets zou doen voor de rest van de dag. Maar nu komt NEAT om de hoek kijken. Ik werk fulltime. Ik moet het huishouden doen. Ik moet boodschappen doen. Ja schat, ik heb avondeten gehaald. Ja, ik heb ook ontbijt gehaald. Vanille heb ik als ontbijt. En bananen als avondeten. Ja? Oké, ik hou van je. Doei! S'avonds ga ik nog eens een keer trainen en hiermee verbrand ik ook nog eens een keer 400 calorieën extra en kom ik uit op een totaal van 3600 calorieën per dag. Ik verbrand dus met mijn dagelijkse bezigheden, mijn NEAT, 1200 calorieën extra per dag. Onthoud het even. We gaan even terug naar het experiment waar ik het aan het begin van deze video over had, van Mats Rosenkilde. Hij had twee groepen jonge mannen verzameld. De ene deed 30 minuten cardio per dag en verbrandde 300 calorieën. De andere groep deed 60 minuten cardio, verbrandde 600 calorieën. Het experiment duurde 11 weken en ze verloren beide 4 kilo. Hoe kan dit? De personen die 600 calorieën verbranden, hun NEAT was lager. Dus ze hadden wel die dag hard gesport, maar ze waren daardoor een klein beetje moe en de rest van de dag gingen hun dagelijks bezigheden wat langzamer en wat minder actief. Ze namen minder vaak de trap. Ze kwamen minder vaak uit hun stoel. Ha! En ze deden hun dagelijkse bezigheden wat minder actief. Al met al verbranden ze met hun dagelijkse bezigheden dus 300 calorieën minder. En kwamen de twee groepen dus weer gelijk uit. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Alle links staan onder in de videobeschrijving. En ik zie jullie de volgende keer.